Hallo lieve weegschaal, leuk dat jij er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 43, 21 tot en met 27 oktober. Het is een algemene reading. Haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve weegschaal, wat is jouw hoofdthema voor deze week? En dan zie ik eigenlijk dat je je weer kwetsbaar durft op te stellen. Ik zie zeg maar dat je aan het groeien bent, aan het ontwikkelen bent. Dat je je kwetsbaar durft op te stellen, maar ook dat je tederheid durf toe te laten. Ik zie eigenlijk dat je beetje bij beetje steeds meer aan het groeien bent. En dat komt omdat je optimisme in jezelf hebt gevonden om zo weer verder te groeien en om je aan het positieve vast te houden. Voor een aantal van jullie komt er ook weer een leuk geldbedrag naar je toe, waardoor je ook weer wat makkelijker als het vis in het water kan voelen. En ik zie ook bij anderen, ik zie een soort verandering ontstaan. En het kan letterlijk vertrek zijn naar een ander huis. Het kan ook een vertrek zijn naar ander werk. Maar er komt een situatie die je gaat overwinnen. Ik wil daar toch nog even wat duidelijkheid op. Wat voor situatie gaat je overwinnen? Ja, er komt dus een verandering. Oké, ik heb het idee dat het te maken heeft met een persoon. Een persoon die onpeilbaar is. Die misschien wat kan overheersen. Dat je dat gaat overwinnen. Het kan omtrent vriendschap zijn of collega's of iets dergelijks. Laten we eens even verder gaan kijken, lieve weegschaal, wat je verder deze week kan verwachten. Oké. Ja, ik zie het. Je gaat terug naar je eigen basis. Je gaat kijken, ik wil uit mijn ei kruipen. Ik wil zijn wie ik ben. Niets of niemand die mij gaat vertellen hoe het allemaal zit. Ik blijf bij mezelf. En ik zie ook dat je daardoor sterker in je schoenen gaat staan. En dat heb je op dit moment ook heel hard nodig. Daarbij zie ik dat je dus heel hard aan het werk bent. Dat je dus grote stappen voorwaarts kan maken. En dat je daardoor ook echt kiest voor jezelf. En doordat je voor jezelf kiest, merk ik dat er een bepaalde rust gaat komen. Nou, lieve weegschaal, nog een boodschap voor jou. Focus niet op wat er mis zou kunnen gaan, maar denk aan alles wat goed kan gaan. Lieve weegschaal, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.